We bestralen het mondmasker met UV-licht. En nou ja, daar kunnen bacteriën en virussen niet tegen. En daardoor gaan ze dood. En op die manier heb je met behulp van dit kleine Leidse doosje binnen 10 minuten een schoon mondkapje. En dat is geen overbodige luxe, want er komen op een dag heel wat bacteriën in je mondkapje. If you put it in your pocket, if you put it in your bag, it's a great way for germs to grow. So, and every 20 minutes, under ideal conditions, bacteria will double. So, putting in your pocket, putting in your bag, is not great for your face. If you have to put the same face mask on it later in the day. In het apparaatje zitten een aantal ledjes, de UV-ledjes, die stralen het licht dus uit. Hierin is een slim patroon gemaakt, waardoor dus het licht overal evenredig op het masker wordt geprojecteerd. En dus ook gelijkmatig de virussen en bacteriën doden. Het Leidse techbedrijf Inventier zag wel wat in de ontwikkeling van het apparaat en nam het technische deel van het idee voor haar rekening. Nou, we vinden het mooi dat dit het hergebruik van mondmaskers stimuleert. De afvalberg neemt best wel toe. Dus als ik naar mijn werk fiets, zie ik eigenlijk overal en ergens wel wegwerpen mondmaskers in het straatbeeld. En ja, dat is gewoon slordig. Dat is gewoon niet goed voor het milieu. Met een prijs van tegen de 100 euro zijn de bedenkers sceptisch over de kansen voor de Nederlandse markt. Maar voor de VS en voor met name China zien ze zeker mogelijkheden. We're probably going to have to live with the face masks at least until end of year, maybe even longer. So while we're using face masks here in Europe and US, solutions like this will help. For as I mentioned, for the Asian markets, people will continue to use face masks after all of this is over. So it will be a good solution for them long term. Waarschijnlijk kan het apparaat vanaf maart in de verkoop.